De plotse dood van Jacques de Dekker heeft mij diep getroffen. Ik heb Jacques voor het laatst ontmoet op 7 maart op de Foire du Livre in Brussel, waar we, maar dat wisten we toen nog niet, voor het laatst samen een glas champagne hebben gedronken. Het was het laatste weekend voor de quarantaine die de coronacrisis met zich heeft gebracht. Jacques was voor mij de ideale gesprekspartner. Genereus, bevlogen, intellectueel nieuwsgierig en joviaal. We spraken afwisselend beide landstalen met elkaar, omdat we tweetaligheid beschouwden als een teken van intellectuele beschaving en respect. Zijn eruditie ging gepaard met een elegante ironie en de twinkeling in zijn vriendelijke ogen zal me nog lang bijblijven. Als zoon van tweetalige ouders had Jacques Germaanse filologie gestudeerd. Hij was van jongs af aan een voorvechter van een erudite tweetalige literaire cultuur. Van 1985 tot 1990 heeft hij de cultuurredactie van Le Soir geleid. Hij was toen zowat de enige Franstalige cultuurjournalist die geregeld enthousiast schreef over Vlaamse auteurs als Hugo Claus. Hij maakte samen met Claus trouwens een bewerking van Tijl Uylens Spiegel. Die sympathie leverde hem bij monden van de vader van Olivier Minguin de bijnaam op van Ce Flamengo. Hij is de actuele Vlaamse literatuur blijven volgen en recenseren tot in zijn laatste jaren. Hij was enthousiast Tom Lanois, Dimitri Verhulst, Jeroen Olieslagers, David van Rijbroek. Toen mijn boek De Bekeerlingen verscheen, 2 jaar voor de Franse vertaling zou volgen, raadde hij zijn taalgenoot in Le Soir aan om Nederlands te leren om het boek te kunnen lezen. Toen het boek dan in het Frans verscheen, verzorgde hij op weergaloze manier de presentatie in boekhandel Tropisme in Brussel. Naast zijn werk als journalist, en dat is minder bekend, schreef, vertaalde en adapteerde hij talrijke toneelstukken voor een aantal Belgische theaters. Hij was ook secretaire perpetuel van de Académie Royale de Langue et de Littérature Française de Belgique, een functie die hij met een zekere Britse flair en groot engagement heeft vervuld. Als leidend intellectueel werd hij de diplomatische bruggenbouwer die een unieke plaats innam in het Brusselse cultuurleven. Toen de literaire organisatie het beschijf opging in de tweetalige structuur van het Internationale Literatura's Passaporta, stond hij mee aan de wieg van deze belangrijke organisatie, was hij erg actief als raadsman in de Raad van Bestuur en deed hij er alles aan om dit project te laten slagen en weerklank te doen vinden. Jacques was het soort van tolerante, open en genereuze Brusselaar die het beste uit onze tweetalige cultuur vertegenwoordigde. Ik breng hem hier graag een eersaluut en ik zal de genuanceerde stem van deze bruggenbouwer en charmante gids, die ons veel te vroeg is ontvallen, zeer missen.